Ik ben Thomas Pugal, ik ben 16 jaar. Ik kom hier uit Utrecht, maar mijn vader komt uit Tsjechië, dus ik heb ook wat Tsjechische genen in mij. En ik speel cello en ik componeer daarnaast ook mijn eigen stukken, maar vandaag laat ik voornamelijk mijn cellistkant zien. Ik heb gekozen voor de cellosonate van Ligeti. Dat is een sonate voor cello solo. Dus ik zit helemaal alleen op het podium. En dat heeft twee delen. Ik heb gekozen voor het stuk omdat ik had het een tijd geleden begon ik met studeren. En toen vond ik het eigenlijk zo'n fantastisch gaaf stuk. Dat ik dacht van dit moet ik gewoon delen met het publiek. Daarom ben ik ook heel blij dat ik dat nu hier kan spelen. Allereerst, ja, natuurlijk voor een concours ga je altijd een beetje sparren. Hè? Wat is het leukste om te spelen? Wat laat goed zien hoe ik cello speel ook? En toen dan denk je misschien gauw ook niet per se aan solostukken. Maar toen zag ik toch deze Ligeti-sonate. En toen dacht ik, dat hoor je misschien ook iets minder vaak hier op het PCC. En ik vind dat ja, toch zo'n gaaf stuk. Dat ik dat enthousiasme ook heel erg graag delen met het publiek. Ik vind het zelf ook heel leuk om te spelen, dus ik dacht van dat kan ik niet missen dan voor het PCC. Ja. Ik heb meegenomen twee rode rozen eigenlijk. En dat heb ik gekozen omdat het, de aanleiding dat Ligeti dit stuk ging schrijven was eigenlijk voor een medestudent. Toen hij studeerde in Budapest, toen was hij verliefd op een jonge celliste. En die had echter helemaal niet door dat hij gevoelens voor haar had. Dus het was ook niet wederzijds. En daarom is in dat eerste deel voornamelijk dat het gaat over een dialoog tussen man en vrouw. En het is heel romantisch, maar het heeft soms toch ook wel een beetje een trieste ondertoon. En toen dacht ik van, Rode Roos die past daar toch wel heel mooi bij om die liefde een beetje te laten zien. Ja. En nou, superleuk. Ja, dat allereerst natuurlijk. Ik heb heel erg gemist om weer op het podium te staan. In zo'n fantastische studio heb ik nog niet vaak gespeeld met al die techniek en een hele mooie akoestiek. Dus dat is wel echt heel gaaf. Ja.
Thank you.